verdiende. En de Sven Nijs zijn Pitching alstublieft. Huldigingen voor de tanden de 5e editie van de Augustijn Parkcross in Maldegem. Dames en heren, op de 3e plaats vandaag in deze schitterende entourage. Nu wat een applaus voor Klaas van Durnam. Op de 2e plaats, het is uiteindelijk hem gelukt om zonder tegenslag de finale in te trekken. Dames en heren, uw warm applaus voor Sven van Durnam. Zo sierlijk, zo elegant, zo krachtvol, zoveel superlatieven op die vandaag verzamelen voor de man die als nummer 1 mag genoemd worden. Dames en heren, uw warm applaus en een ovatie voor Sven Nijs. Met de nodige felicitaties en het warme applaus van het sportieve publiek kunnen we meteen dan ook dat prachtig podium nog even entoureren met de nodige bloemen en de aangeboden fles Augustijn op het einde van deze toch aangename sportnamiddag. Dank u uiteraard dan ook het 10.000-koppige publiek die ervoor gezond hebben dat wij hier de ganse namiddag hebben weten genieten van dat spektakel. Sven van Durnam en Klaas van Durnam op het einde van deze geslaagde wielernamiddag. Met onze mediapartner het laatste nieuws met niet te vergeten dan ook Augustijn straks nog even napraten over dat heerlijke gebeuren hier. Ik denk wel als bijvoorbeeld Antwerpen dat kan, dan vind ik dit parcours even mooi. Dat zal waarschijnlijk niet meer voor mij zijn, want in de toekomst ligt het allemaal vast. En als het hier georganiseerd wordt, dan denk ik dat ik als supporter... We gaan er natuurlijk een hoogdag van maken. Prachtig weer, een schitterend deelnemersveld en de afwezigen hebben ongelijk. Er is niks aan te doen. De wet van de sport is dat men moet ervoor zorgen dat de zwaksten en nog nooit is de gelauwerde wereldkampioen van 3 dagen voordien hier de winnaar geweest in Maldegem. Het is aan Niels Albert om te bewijzen dat ik ongelijk heb. Dus als Niels Albert hier wint, dan is de eerste keer dat de wereldkampioen hier zal gewonnen hebben. Ik was wereldkampioen in 2008 bij de belofte en toen heb ik hier gewonnen. Ah, vind ik wel goed, vind ik wel goed. Maar bij de profs nog niet, hè? Nee, bij de profs nog niet. Dus vandaag aan u om te bewijzen dat het anders kan, hè? Ik ga het proberen. Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Vanaf dames en heren met dat kleine handdenken dan ook hier aan Niels Albert, die we dan ook hier vandaag goed omgord zien door de fotografen. Bent u voldoende gerecupereerd van de voorbijgaande nachten? Nee, eigenlijk vanaf vandaag de eerste keer terug kunnen vissen. Ja, tuurlijk. Komt wel goed. Veel succes. We dagen niet kunnen fietsen door de festiviteiten en huldigingen en verplichtingen. Maar de benen voelen toch niet echt slecht aan en we hebben vandaag een heel snelle omloop. Dus ik hoop dat ze mij 20 minuutjes geven om er wat in te komen. En dan hoop ik toch van een mooie prestatie te kunnen. Jammer dat Sven er niet is. Ja, natuurlijk is dat jammer. Hè. Het is jammer dat Steve er moet aanbellen heeft, dat Sven moet aanbellen heeft, dat Bart er niet bij is. Maar ja, zondag iedereen terug paraat. alle ogen vandaag gericht op u? Ik hoop van niet, want dan kunnen ze naar misschien wel eens kijken. Een schitterende ereplaats dan ook hier gaat toevertrouwen. En wat ontvolgend hier in de finale van dit treffen geeft. De bloemen die de DK's zeker houden. Dan ook de Tom Meeusen ontvolgend dan ook hier in deze finale van dit treffen. Dan Rokenveters, de derde mannen van Fidea dan ook hier op de ereplaatsen. En dan Niels Albert met Klaas van Durnam in het gezelschap dan ook van deze stem. Van de 6e editie van de Augustijn Parkcross in Maldegem. Dames en heren, het applaus voor nummer 3 van de middag, Dieter van Duurna. Tweede plaats weggelegd dan ook vice-kampioen van België, uiteraard met uw warm applaus voor Kevin Powers. En dan de man die ervoor gezorgd heeft dat de groene smaakmaker was van de middag. Uw applaus voor winnaar Sven van Durnam. En de burgemeester mag uiteraard dan ook hier van de gelegenheid te gebruik maken om samen met de organisatoren dan ook de bloemen te overhandigen. Dat wordt kennis nemen dan ook met Raf van der Velde die de bloemen uitdeelt. En uiteraard dan ook Schefferzele, Gans Berthe als man die achter de schermen zoveel werk wist te verrichten. Dan ook hier de deputé was Sigil de Bruggeman. En zo gaan we ook de schepen van sport nog even dankbaar wezen om hun acte de présence te tekenen. De Augustijn hoort er uiteraard nog bij hier ter gelegenheid van de Augustijn Parkcross, waar we met z'n allen dan ook vandaag optimaal hebben weten te genieten van dat boeiend spektakel. We gaan ze nog even verwennen. Sven van Durnam, geflankeerd dan ook door Kevin Powers en Dieter van Duurna. Voilà, dames en heren, tijd om afscheid te nemen dan ook van deze 6e editie. Van official, hè? Van official. Dat had twee hoeven dan. We zijn gestart. Jongen, hoor dat ik je doe, hè? Ik weet niet wanneer het gaat komen, voorlopig voel ik me eigenlijk heel goed. Misschien in de koers dat wel eens tegenvallen, maar misschien wel. Ja, ik heb de nacht gewoon niet langer kunnen slapen. We hebben vorige stond om 6 uur aan de deur om controle te doen. Dat hoort ook bij de job. ben daarna toch wel wat gaan slapen, maar ik ben wel een beetje verstandig van. Als je het enthousiasme hier weer ziet aan jouw camper, wat gaat er dan hier om? Ik krijg heel veel respect van de mensen en ik ben daar heel dankbaar voor. Het is toch ook een stuk door al die aanmoedigingen dat je hebt, en Sven van Durnam en de Tom Meeusen, misschien een Jan de Nugelaar die in Amerika zijn geweest. En toch de basis kan ook even goed meevallen. Precies, niet zo belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is dat ik hier ben. Dat ik, het is al straf dat iedereen dat doet, hè, want we zijn 3 dagen thuis. Ik ga proberen van de superprestige te winnen. Ik zeg wel proberen. Ik ga van links naar rechts getrokken worden, maar het is toch wel nog een extra motivatie om die 2 wedstrijden naar mijn hand te kunnen zetten en daar voor de 12e keer ja, dat is wel zo. Als je morgens wakker wordt, dan dat doet zeer. Maar het is voor iedereen hetzelfde en iedere keer. Het was een zware dag, inderdaad. Van 's morgens tot 's avonds honderden mensen, heel veel belangstelling. Eerst de emoties van de familie, alles komt daarbij kijken. Dat zijn momenten die je nooit meer hebt. Ja, ik hoop het dat het een klein beetje vleugels geeft, want anders ga ik een probleem hebben, denk ik. Uiteraard heeft die conditie een serieuze deuk gehad, maar ik hoop dat ik de draad weer terug kan oppikken en het dagdagelijkse leven straks een normale gang van zaken kan laten gaan en dan komt dat wel weer goed. Ik zou eigenlijk graag op dat podium willen, maar ik weet niet of het mogelijk is. Klaas van Durnam, zo lang jullie gaan op? Ja, hij is de afgelopen weken altijd op een hoog niveau geweest. Dus ja, uiteraard, als je Belgisch kampioen kunt worden, dan kan je ook hier kort bij dit komen. Wie is hier vandaag je favoriet? Hier is altijd. Sven van Durnam samen bij Raf van der Velde, wat kan je vertellen? Ja, we hebben natuurlijk een week meegemaakt waar hij niet bij betrokken was. En wij delen wel heel veel verhalen samen en dat is een beetje bijpraten over wat er gebeurd is. Ben jij aan de overwinning? Absoluut, als ik hem kan helpen met heel veel dingen. Maar het is uiteraard wel achteraf de beelden kijken van jezelf als wereldkampioen, dat is niet altijd wel leuk. Hoe vaak kijk je samen de spin? Niet zo vaak. Je probeert gewoon, het is nog niet de eerste keer, het is de 4e keer dat ik zo'n mooie trui mag dragen, het 4e jaar. En uiteraard moet je gewoon terug beseffen dat je er hard moet verwerken en dat je morgen terug op die fiets moet springen met dezelfde adrenaline en dezelfde motivatie om er hard tegenaan te gaan, want anders gaat de conditie heel snel achter. Ben je fit? En het is inderdaad een volle 4 meter verandering voor de West-Vlaamse kampioen en de burgemeester Marian van de Busse om er de laureaten dan ook met de nodige bloemen dan ook te gaan vergroten. Dan gaan we stepen dan ook Geert de Rood. We gaan dat de prachtige trio nog even extra bedanken met een warm applaus op dat hoogste schabotje. Bart Willems,